Het schooljaar zit er voor velen bijna weer op, maar toch kunnen sommige leerlingen niet wachten tot het volgende jaar begint. In Maasland start dan een nieuwe en unieke mbo-opleiding paardensport. Maar liefst 50 leerlingen schreven zich in en slechts een klein deel werd toegelaten. Het grootste deel van de lessen van Lentis Maasland zal niet op school, maar in de praktijk worden gegeven. India van Leeuwen en Amina Thompson zijn 2 van de 15 leerlingen die zijn toegelaten omdat ze bij de beste hoorden op een selectiedag. Ruiten fitheid moest doen en ik moest rijden en dan mezelf nog eens presenteren. Ik vond het ook wel een beetje spannend, want ik wist niet zo goed wat ik kon verwachten. Maar je kan al aardig paardrijden, want anders kom je niet door die selectie heen. Ja, blijkbaar. Iedere dag zullen ze 3 uur reistijd hebben, maar toch kiezen ze voor deze opleiding. Ik wilde graag een opleiding doen met paarden die wat meer ook op de handel is gericht. En dat waren eigenlijk de andere opleidingen niet zo heel erg. Deze opleiding is onderscheidend omdat we op hele hoge kwaliteit gaan zitten. En je mag rekenen dat er een hele goede samenwerking is met echte topbedrijven waar je stage gaat lopen, waar je les krijgt. En natuurlijk alle partijen in Nederland die iets met de paardenbranche te van doen hebben, die hebben zich achter deze opleiding geschaard. De leerlingen zullen bijvoorbeeld gastlessen krijgen van de Maaslandse top-amazone Danielle van Milo. Ik had zeker wel de kans genomen om deze opleiding te doen. Ik heb alles geleerd in de praktijk. Dus mijn eigen ervaringen die ik in mijn sportcarrière heb gemaakt en het opzetten van mijn eigen paardenbedrijf. Maar dat heeft heel veel jaren geduurd. Dus als ik de kans had gehad om het in een kortere periode allemaal te leren, had ik dat zeker gedaan. Voor Van Milo komt deze week een droom uit omdat ze haar debuut mag maken tussen de wereldtop op het CIO in Rotterdam. En ook haar toekomstige leerlingen hebben zo hun dromen. Ik wil toch wel veel beter kunnen rijden dan ik nu rijd. Ik wil op de wat grotere evenementen komen. Niet zozeer rijden, maar gewoon weet je, als hulp of zo. En ik wil ook heel graag bereiken dat ik fijn en leuk en goed les kan geven aan andere mensen.